Zo. Ja, paragraaf 10.4 staat op de agenda. En de leerdoelen zijn dat jij kunt rekenen met halveringstijd. Dat is dus een nieuw begrip. En daar gaan we straks wat verder over praten. En ten tweede, ook weer een nieuw begrip, activiteit kunnen berekenen met formules, maar ook via een grafiek kunnen bepalen. Oké, maar voordat we daarmee gaan beginnen, laten we toch eens even terugkijken naar de les van vorige week over halveringsdikte. En dit lijkt op die opdracht van de domeinopdracht van afgelopen maandag. Het gaat over die kernramp in Japan, Fukushima, in 2011. De halveringsdikte van lucht voor gammastraling bedraagt 150 meter. En dan, stel je voor dat de wens is dat het stralingsniveau is afgenomen met 99,9%. En pas dan is het veilig gebied. Dan wil je weten binnen welke afstand jij als overheid zijnde bijvoorbeeld de mensen moet gaan evacueren. Nou, dat kunnen wij nu met de kennis van vorige week. Nou, die gaan we samen maken. De halveringsdikte, dus dan is er een formule die daar een rol speelt. De stralingsintensiteit of stralingsniveau op een bepaalde afstand, die willen we weten, is dus het stralingsniveau oorspronkelijk, I0, en dan keer, dan heb ik een half, tot de macht N. Ik schrijf daar liever N op. Sommige mensen hadden in de domeinopdracht die formule van N ingevuld. Dat mag, maar dan ziet het er allemaal een beetje ingewikkeld uit, maar daarom heb ik het liever op deze manier. Wat is die N nou? Dat is de dikte van de luchtlaag waarover we praten. Die willen we weten. En dan delen door de halveringsdikte. En dat is een stofeigenschap. Okay. En dit gaan wij verder oplossen. Dan laten we eens kijken naar de vraag. Wat kunnen we allemaal alvast invullen in deze formule? Nou, de halveringsdikte is 150 meter. Dat staat hier letterlijk. Dus dat noteer ik alvast voor mezelf. De halveringsdikte is 150 meter. Dan wordt er ook gezegd, het stralingsniveau moet 99,9% zijn afgenomen. Dus die afgenomen 99,9%. En gevraagd is dus de dikte. Maar ik ga dat eigenlijk vertalen naar, laten we N maar uitrekenen. Want zodra ik N weet, kan ik met de formule van N en die 150 meter ook wel achter die gevraagde dikte komen. Ja, ik heb nu al mijn gegevens op een rijtje gezet. En dan gaan we nu die halveringsformule gebruiken. Oké, nou laat ik met het makkelijkste beginnen. Wat kan ik op de plek van I0 invullen? Wat denk jij, Adam? 1. 1. Oké, dat mag. Ja, in plaats van I0, 1, ja. I0 is 1, toch? Dat is wat jij zei? Ja, 100% dus. Ja, 100%. Dat is een keuze aan jou, inderdaad. Goed. Nou, ik wil N oplossen. Dus dat betekent dat de intensiteit na de gevraagde dikte ook een getal moet zijn. Anders kunnen we de vergelijking niet oplossen voor N. Dit moet een bekende zijn. Beawan, wat kan ik daarvoor invullen op de plek van ID? Dat is dan denk ik 99,9%. ID, dat heeft de betekenis van
overgebleven intensiteit? Dan is het 0,1%. Heel goed, juist. Dat is dus 0,1%. Ja, en als we met dat getalletje 1 willen werken in plaats van 100%, dan, nou, dat alternatief schrijf ik er dan nog eventjes bij. Dat is dan getalwaarde van 0,1%, dus delen door 100, 0,001. Zo. Ja, dus dit is de vetgedrukte horen bij elkaar. Zo. Of de niet vetgedrukte. Zo. Het is aan ons om te kiezen hoe we het willen invullen. Of niet vetgedrukt of wel vetgedrukt. Dus hoe ziet dat er dan uit? Laat ik niet vetgedrukt dan maar invullen. Dan staat er 0,001 is gelijk aan 1 keer dan een half tot de macht n. Of je zegt 0,1% is 100% keer 1 tweede tot de macht n. Zo. En als je start met deze, ja, dan moet je eerst delen door 100 en dan zul je zien dat je op m uitkomt. Dus uiteindelijk krijgen we dezelfde vergelijking. Even checken bij jullie. Zijn de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt voor iedereen duidelijk? En dan met name deze stap. Want in het begin, als je daar te snel overheen leest, dan zou je op de plek van de ID die 99,9% willen invullen. En dat is een kwestie van goed lezen. Je wil een afname hebben van 99,9%. Dus hoeveel is er dan over? Dat is dus die 0,1%. Geen verdere vragen? Oké. Nou, dan ga ik aan jullie nu vragen om die 1 die laat ik nu zitten. Om deze vergelijking die ik nu blauw heb gemarkeerd op te lossen voor n. Ja, hoe groot is n die hieruit volgt? Dat is nu even een opdracht voor jullie allemaal. En daar krijg je eventjes... hoe lang zal dat duren met die logaritmische truc, weet je nog? Ik denk een minuutje of zo, anderhalf. Ja, probeer maar uit. Zo, hier in blauw jullie opdracht. Als je het N-nummertje hebt, wil je dan even een handje opsteken? Dan weet ik dat ik niet onnodig lang hoef te wachten. Dat is natuurlijk zonde van onze tijd, hè? Ja, dus als je de N hebt gevonden, dan even een handje opsteken. Kijk, de eerste paar handjes komen al binnen. Goed zo. Ja, heel veel langer dan deze tijd zou het niet hoeven duren. Als je het trucje door hebt.
Nou goed, de bedoeling was dat je afgelopen week dus hebt geoefend op dat trucje en dat je het nu direct kan toepassen. Nou, Mara krijgt niet de beurt van mij, want haar microfoon doet het niet. Dus die ga ik niet vragen. Ik ga Olivier Rijk vragen. Nou, we hebben Klein niet in de groep. Olivier, wat heb jij voor n? Min 0,1. Min 0,1. Als we weten dat n voor een aantal halveringsdiktes staat, dan zou dat aantal altijd positief moeten zijn. Oh ja, wacht. Nee, het is 0,1. Ik was de min vergeten weg te halen. Nee, dan klopt het nog steeds niet. Ik zou graag willen weten dan, hoe heb jij dat antwoord gevonden? Hoe werkt die logaritmische truc? Je kon die n, kon je de keer maken in plaats van tot de macht. Ja, inderdaad. Dus ik schrijf op wat jij mij nu vertelt. Mee eens zo? Ja. Oké, okay. Wat is dan het bijbehorende getalletje van log 0,001? Min 3. Min 3, inderdaad. En wat is het getalletje bij log half? Min 0,3. Min 0,3, oké. Okay. En welke rekensom moet ik maken voor n? Dus dan n is 0,3 keer min 3. Of gedeeld door. Nog een keer. Wat is het nu? 0,3 gedeeld door 3. Min. Nee. Oh, wacht. 6-3-2 regeltje. 6 is n keer 2. Wat is n? 3. Ja, wat is n? 3. Hoe ben je aan 3 gekomen? Door n is 3 te maken. Ja, oftewel 6 te delen door 2. Ja. Ja, en nu met onze getallen? Dus dan min 3 gedeeld door 0,3 min 0,3. Wat komt daar dan uit? 10. Ja, afgerond 10. En is 10. Ja, ik had ze omgedraaid. Juist, oké. Okay. Maar je snapt nu hoe het moet, hè? Ja. Oké, okay. Goed. In halveringsdiktes. Nou, dan kun je nu dus ook gelijk zeggen, de dikte die ik nodig heb, is dan 10 keer de halveringsdikte. En dat is 150 meter. 1500 meter. En dan is het stralingsniveau 10 keer gehalveerd. Of je kijkt even terug naar die formule hier, als je dat wil. En dan zeg je dus hier, 10 is dikte delen door 150. Maar daar rolt natuurlijk ook uit dat de dikte 1500 meter is. Oké, okay. Goed. Jongens, dan de handjes mogen weg hoor. Er zijn nog een paar blijven hangen. Goed, jongens, wij gaan door. Dit zit erin. Dit was een opfrisoefening, want dan zal het rekenwerk voor straks makkelijker maken. Dus zo meteen gaan zien. Wij gaan die nieuwe theorie over halveringstijd en activiteit ophangen aan deze vervalreactie. Ik heb een polonium 214 kern. Binas 25 vertelt mij dat dat atoom nummer 84 heeft. En die tabel vertelt me ook dat het een alfastraler is. Dus ik weet die getallen 4 en 2 uit mijn hoofd. En dan met getalletjes boven in de rij en onder in de rij kloppend maken, kom ik erachter dat er dan ook lood 210 ontstaat. Oké, okay. Goed. We gaan nu even overstappen naar een ander scherm. En dan kan ik je zichtbaar laten maken hoe dat proces nu eigenlijk gaat. En je ziet hier een emmer vol met poloniumkernen. Die emmer ga ik legen in dat witte gebied en dan gaan die kernen vervallen. Het zijn niet onze isotopen. Ik zie hier dat het gaat om polonium 211, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan zie je hier halfwaardetijd. Dat is een beetje een oud begrip. Wij noemen dat tegenwoordig halveringstijd. En dat is een bijzondere tijd. En je gaat straks zien wat dat precies betekent. Oké, ik ga mijn emmer legen. Ik zet daar heel veel poloniumkernen in dat witte gebied.
En dan, ja, je weet dat ze gaan vervallen. En dan schiet een alfa deeltje uit. Nou, ik ga de simulatie starten. En dan moet je ook op die tijdlijn de boel even in de gaten houden. Wat gebeurt er nou precies en hoe zit dat nou met dat cirkeldiagram? Natuurlijk beginnen we eerst met 100% geel, polonium. Maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk verminderen en gaat het aantal loodkernen omhoog. Nou, laten we maar beginnen. Oké. Er zijn nog een paar poloniumkernen over, zoals je ziet. Maar we moeten nog best wel lang op wachten, totdat ze vervallen. Nog eentje, ja, nu is alles vervallen. Ja, het zou eigenlijk 100% moeten zijn, die lood, maar het staat op 99. Waarschijnlijk een afrondingsverschilletje in de berekeningen van, van deze simulatie. Ik ga hem nog een keer doen, maar dan ga ik hem op een bijzonder moment even stopzetten. Oh, dat ging heel snel. Zo. Ik heb hem gestopt, nou, geprobeerd te stoppen bij die halveringstijd. En dan zie je hier dat de verdeling polonium-lood 50-50 is. Bijna. En dat blijkt een stofeigenschap te zijn, deze halveringstijd. Het is dus de tijd die het duurt totdat de helft van je oorspronkelijke aantal kernen vervallen is. En die is niet afhankelijk van hoeveel kernen er zijn. Kijk maar, als ik met heel weinig kernen begin. Ik ga niet zoveel kernen in dat witte gebied plaatsen. Zo, oh, wacht even. Nog een keer. Ik heb er nu maar zoveel. Dan gaan we eens kijken wat er gebeurt nu. Nou, ik was net te laat. Eén stapje terug was het 9 en 11 in het cirkeldiagram. Maar ook met weinig oorspronkelijke kernen zit weer die halveringstijd daarin. Ik wil hem nog een keertje laten draaien. Dus dan kan ik hem laten stappen. Nou, je ziet dat bij weinig kernen het niet heel netjes uitkomt. Maar ja, het is dan ook een statistisch proces. Hè. Ik kan niet van een poloniumkern zeggen wanneer het gebeurt. Maar bij grote aantallen zal het dus wel zo zijn dat die halveringstijd telkens weer terugkomt. Oké, en dan als laatste, wat kunnen we hier nog meer inzien? En dat heeft te maken met dat andere begrip activiteit. Ik ga weer opnieuw beginnen. Maar nu even met veel kernen. Nou, we hoeven niet zozeer naar die tijdlijn te kijken, maar meer naar wat je hier in het witte gebied ziet. Nou, ik ga hem starten. Je ziet dat in het begin er heel veel poloniumkernen aan het vervallen zijn. En dat het daarna steeds minder is. In het begin kan ik echt niet tellen hoeveel alfa deeltjes er nou uitschieten in een seconde. Kijk, het gaat overal gebeuren. Dat is niet bij te houden. Maar hoe langer het duurt, hoe minder poloniumkernen het tegelijkertijd doen, dat vervallen. Nu kan ik wel op het oog volgen hoe dat vervalproces verloopt. En je ziet nu aan die tijdlijn dat er in het begin heel veel poloniumkernen tegelijkertijd aan het vervallen waren. En die tussenafstand die lijkt steeds groter te worden, de tussentijd. Dus per seconde vervallen er minder. Ja, het is dan ook logisch om dat tempo van het vervallen een naam te geven. En dat noemen wij activiteit. En die is dan gelinkt echt aan 1 seconde.
dan tellen wij hoeveel kernen vervallen er per seconde. Dat is de definitie van activiteit. En ik kan dus zeggen, de activiteit in het begin, die is hoog. Dan kunnen we met het oog niet volgen hoeveel poloniumkernen er vervallen in een seconde. De activiteit op het einde, die is laag. Dus de activiteit die verloopt, ja, de tempo van verval gaat steeds langzamer. De activiteit die wordt kleiner. Het is geen constante waarde. Die activiteit, tenslotte, is... ook nog afhankelijk van hoeveel stof we hebben in het begin. Het is wel vervelend dat hij gelijk begint. Ik moet hem op pauze zetten. Even opnieuw. Pauze en nu ga ik vullen. Zo. Ik heb nu heel weinig stof neergezet in het witte gebied, poloniumkernen. En dan laat ik het vervallen. Ook nu kan ik in het begin al heel makkelijk volgen, gewoon met het oog, hoe dat vervalproces nou precies verloopt. Dus als ik weinig kernen heb, dan is die activiteit ook laag. Als ik veel kernen heb, dan kan ik het al niet meer volgen. De activiteit die is afhankelijk van de hoeveelheid stof. En de activiteit is afhankelijk van het tijdstip. Dus twee afhankelijkheden. Oké. Die komen straks samen in een formule. Dat ga ik je zo meteen laten zien. Ik keer weer terug naar mijn presentatiescherm. Nou, de halveringstijd, net als met halveringsdikte, noteren we op de volgende manier. T met een indexje half. En het is een stofeigenschap die we in BINAS 25 vinden. In een bepaalde kolom. En wat is nou de typische grafiek die erbij hoort? Dat kon ik niet in de simulatie laten zien. Maar het ziet er als volgt uit. Hier is een voorbeeldgrafiekje. Stel je voor, ik heb in het begin 10.000 kernen aanwezig op tijdstip 0. Dan ga ik dat halveren met steeds. Na één halveringstijd weet ik dat er na 10.000, van 10.000 nog maar 5.000 kernen over zijn. Na twee halveringstijden weet ik dat er nog maar 2.500 kernen over zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat heb ik steeds gehalveerd. En als je daar een grafiekje van maakt, dan zie je zo'n mooie kromme ontstaan. Dat noem je de vervalkromme. En hoe lees je nou de halveringstijd af hier? Hoe groot is die? Dat is een vraag aan jullie. Kunnen jullie de grafiek gebruiken om de halveringstijd te bepalen? En de eenheid van die tijd is seconde geweest. Dat stond even niet bij. Zo. Hoe groot is de halveringstijd van deze stof? Een seconde, denk ik. Hoeveel? Een halve seconde. Een halve seconde. Laat maar. Ik bedoel 1 seconde. Ja, 1 seconde. Ja, de tijdtas loopt een beetje raar. Hij start op tijdstip 1. Maar goed, dan hebben we 10.000. En ja, dan? 1 seconde. En dan ga je op de helft er kijken, ga je de 5.000 opzoeken, zo. En hoe lang duurt het nou om van 10.000 naar 5.000 te gaan? Nou, op tijdstip 1 had ik 10.000, op tijdstip 2 had ik 5.000. Dus hier zit mijn halveringstijd. En die is 1 seconde lang. Ja, zo kun je de halveringstijd in een grafiek bepalen. Nou, kijk eens naar deze formule. Die lijkt toch heel erg sterk op wat we zojuist hebben gedaan. Opgefrist van vorige week met de intensiteit en halveringsdikte. Ik heb het tot
totaal kernen in het aantal kernen in het begin nodig, dat is N0. En ik kan op een willekeurig tijdstip uitrekenen hoeveel kernen zijn er nog over. En dat is NT. En dan een half tot de macht N. Nou, dat N'tje staat nu als zijn formule. T gedeeld door T half. Ja, en het gebruik van deze formule is precies hetzelfde als dit. Zoals we net hebben opgefrist met die logaritmische truc. Dat is helemaal niet anders. En dus nu zie je wel het voordeel van een goed begrip van paragraaf 3. Ja, levert niet veel moeite op in paragraaf 4. Oké, laten we even wat meer ingaan op de activiteit. Stel je voor, ik geef jou van een bepaald isotoop. Zo. Deze vervalkromme. En dan stel ik jou de vraag. Nee, ik vertel je eerst iets. En dan komt de vraag. Stel er vervallen per seconde meer kernen. Dat betekent dus de activiteit die is hoger. Welke verandering ga je zien ten opzichte van deze eerste grafiek? Dus deze eerste grafiek hoort bij een bepaald isotoop. We kijken nu naar een andere stof die een hogere activiteit heeft. Oftewel, per seconde vervallen er van die nieuwe stof meer kernen. Wat gaat er gebeuren met de nieuwe grafiek? Ga je dat veel sneller? Delion C, wat denk jij? Sorry Adam, dat ik je onderbreek. Maar ik wil ook graag wat feedback van andere mensen. Delion C, wat denk jij? Hoe gaat die grafieklijn veranderen? Als er meer kernen per seconde vervallen? Dan, volgens mij gaat hij dan toch zeg maar... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar dan gaat hij... Duurt het korter of langer om op je 50% te komen als er meer kernen per seconde vervallen? Korter, ja, inderdaad. En bij deze eerste stof is de halveringstijd, nou ik heb hier 50%, bijna 60 seconden. Dus mijn halveringstijd zal nu ergens hier zijn bijvoorbeeld. Dan zit ik al, op mijn 50%. Dus die grafieklijn die gaat er... Beetje lastig tekenen met de muis, maar ik vind het aardig gelukt. Wat zie je gebeuren? Hij gaat die kant op. En dat is wiskundig dus. Nu op een wiskundige manier vertellen. Wat is er gebeurd? Sneller. Ja, ander woordje, begint wel met S. Wie kan helpen? Steiler, ja. Juist. Leuk niet. Ja, heel goed. Steiler. Steilere grafiek. Dus grotere activiteit. Wat betekent dat dan? Meer kernen die vervallen. En telkens weer per seconde bekeken. Dat is de... conclusie, dat je dat door hebt vanuit deze denkoefening. Zijn er vragen over, jongens, hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen? Nee? Oké. Hey, maar als wij het over stijlheid hebben, hoe kunnen we dat, sorry, hoe kunnen we dat wiskundig nou dan bepalen, die stijlheid? Wat doen we dan? Hoe kun je een stijlheid van een grafiek bepalen? Devisha? Via een raaklijn. Juist, heel goed. De raaklijn. Dus als aan mij wordt gevraagd bepaalde activiteit op tijdstip 60, dan heb ik een raaklijn nodig. Zoiets. Ja, die vind ik netjes. Oh, geen pijltje. En dan ga ik de richtingscoëfficiënt bepalen.
Maar het is een dalende richtingscoëfficiënt, hè, jongens. Dus dat is een negatief getal, de richtingscoëfficiënt. En dat is niet zo fijn. Want dat klopt niet helemaal met de letterlijke omschrijving van activiteit. Want activiteit heeft te maken met een aantal. En een aantal is altijd positief. Maar de richtingscoëfficiënt, dat is een negatief getal. Nou, hoe hebben ze dat nou allemaal een beetje gecorrigeerd? Ze hebben gezegd, de richtingscoëfficiënt, dat is de activiteit. Maar door dat negatieve gaan we er een minnetje voor plaatsen. Een min een negatief getal is weer een positief getal. Dus dit staat er dan in woorden. Min richtingscoëfficiënt van je n tegen grafiek. En hoe ziet dat er wiskundig dan uit? Nou, als volgt. De activiteit is delta min delta n gedeeld door delta t. En dit lijkt heel erg op een raaklijnmethode in een xt-diagram om een snelheid eruit te halen. V is delta x gedeeld door delta t. Dus we hebben dan twee puntjes nodig op de raaklijn. Ik ga even dit puntje hier aanwijzen en dat puntje. Ik negeer eventjes dat die procenten zijn, want dan kan ik niet echt rekenen. Ik heb echt aantallen nodig. Dus ik zeg nu gewoon, dit zijn aantallen kernen. Dus ik heb 80 kernen. Nou nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb het puntje 80 op mijn raaklijn bij tijdstip 0. Ik heb een puntje 0 op tijdstip 40. Dus hoe zou ik dat dan nou, hoe zou dat eruit gaan zien? A is min, nou en dan delta n, eind min begin. Eindaantal is 0, min, beginaantal is 80. En dan delen door, ja, die delta t is eindtijd is 140, min begintijd is 0. En dan krijg je deze rekensom. En dan komt daar een getalletje uit. 80 gedeeld door 140, 0,57. Wat is de eenheid? Ja, ik heb die 80 was kernen. En de tijd was in seconden. 0,57 kernen die per seconde vervallen. Dus niet eens één gemiddeld per seconde. Nou, deze eenheid die wordt vervangen. Is vernoemd naar een natuurkundige. De ontdekker van radioactiviteit heeft daar de Nobelprijs voor gewonnen. En dat was meneer Antoine Becquerel. En dan schrijf ik nu op 0,57 BQ. En dat schrijf je dan zo. Zo, dat is de eenheid van activiteit, becquerel. Maar het is wel belangrijk voor jezelf om gewoon in normale woorden betekenis te geven aan die becquerel. Dus als je ergens leest, de activiteit is 1 miljoen becquerel, dan weet jij dus, er vervallen 1 miljoen kernen per seconde. Dat is wat het betekent. En als je dat doorhebt, dan wordt het maken van sommetjes gewoon een stuk makkelijker. Zijn er vragen tot nu toe, voordat we doorgaan? Nee? Oké. Okay. Daar zie je meneer Becquerel staan. Hier zie je dus dat idee van richtingscoëfficiënt in een NT-grafiek met een minnetje ervoor. Nou, wiskundig schrijf je het dus zo op. En ja, zoals ik zei, dit is wel heel handig om voor jezelf in je hoofd te zetten. Wat betekent 1 becquerel nou? Ja, dat is dus een aantal kernen dat vervalt in 1 seconde. Oké, okay. Goed. Dan moet ik jou nog één formule presenteren. Ja.
Ik ga heel kort op de wiskunde in, maar dat hoeven we niet te weten. We hadden dus gezegd, de richtingscoëfficiënt, hier dit hier, delta n gedeeld delta t, en een minder voor, dat is de activiteit, dit stukje. Maar die n zelf is wel een functie van t, die is afhankelijk daarvan. Dat is deze halveringsformule. Als je dat zo bij elkaar invult, dan, en dan mag je dit wat mij betreft vergeten, kruist er doorheen, niet omdat het fout is, maar omdat we dat mogen vergeten. Voor nu eventjes de afleiding. Kijk eens hier. Ik heb eenzelfde soort formule voor de activiteit. Ook zo'n halveringsformule. Zie je dat? En dat konden we ook zien, dat de activiteit steeds lager wordt in dit plaatje. Ja, de activiteit is hoog, want heel veel kernen vervallen per seconde. Na de halveringstijd is dat tempo al op de helft. En het aantal kernen wat per seconde vervalt, wordt steeds kleiner. De activiteit wordt steeds kleiner. Heeft geen constante waarde. Dat is precies wat we hier zien. En dat is dus wat deze formule beschrijft. Er bestaat dus ook een soort van halveringsformule voor de activiteit en voor het aantal kernen en voor stralingsniveau met halveringsdikte. Je ziet hem dus op drie plekken voorkomen, die half tot de macht n. Dus wel heel erg belangrijk om goed met die logaritmische truc om te kunnen gaan, zoals je ziet. Wat ik met die simulatie ook aan je heb laten zien is, als ik meer stof heb, dan is de activiteit hoger. Heb ik weinig stof, dan is de activiteit lager, want toen kon ik wel gewoon met het oog volgen welke kern er aan het vervallen was. En dat wil ik je nog een keertje laten zien. Ik weer overschakelen naar die simulatie. Als ik veel stof heb, dan, ja, dan kan ik niet volgen hoeveel kernen er per seconde vervallen. Dat zijn er gewoon te veel. De activiteit is erg hoog. Maar nu, met weinig stof. Zo. Dat is ook goed te volgen, hè? Dus met weinig stof is de activiteit ook laag. Dus de activiteit is niet afhankelijk van de tijd alleen, maar ook van de hoeveelheid stof. En dan krijg je dus een nieuwe formule. Die dat voor ons beschrijft. Hier staat hij. Deze. Zo. Deze formulier. Geef mij het aantal kernen en. En dan heb ik de halveringstijd weer nodig. En dan staat hier ln2. Ja, de ln is een bijzondere logaritme met een bijzonder grondtal, maar daar gaan we verder niet naar kijken. De ln is gewoon een knopje op je rekenmachine. En het is gewoon een decimaal getal. De waarde is volgens mij 0,693 van ln2. Dus we hebben nu een behoorlijke set van formules gezien, hè, in deze les. En ja, dat kost natuurlijk wel wat oefening en inzet van jullie kant om daar goed mee te leren omgaan. Als je wil weten, voor de geïnteresseerden, hoe deze formule trouwens is afgeleid, dat is het differentiëren van deze exponentiële functie, dan, ja, dan mag je hier naar kijken. Als je dat wil, maar ik sla maar snel over. Zo, nou. Kijk eens naar deze oefening. Daar wil ik nu even kort met jou doorheen lopen. Want hoe gaan we nou de resterende uren voor vandaag met elkaar invullen? Want wij zien elkaar nog het vierde uur en het zesde uur. Wat ik met je wil afspreken is dat je het vierde uur voor jezelf gaat proberen, die oefening die nu in beeld staat.
En dan in het zesde uur wil ik daar samen met jullie doorheen lopen. En dan gaan we hem samen uitwerken. En nou, er zullen hier en daar misschien wat vragen van jullie kant zijn. Ik heb wel zoveel mogelijk tussenstapjes erbij gezet, zodat het voor jou wat makkelijker wordt. En laten we even in de resterende tijd van deze les er samen doorheen lopen. We beschouwen een hoeveelheid van 10 gram polonium 214. Nou, ik vraag jou dan om polonium 214 op te zoeken in tabel 25 en een aantal gegevens ervan hier te noteren bij ABC. Ja? Dan de vervalreactie geven van polonium 214. En dan, nou, er schiet een stralingsdeeltje uit. Nou, bij vraag 1 weet je welke dat is, alfa, beta of gamma. En ik wil van jou weten met welke snelheid schiet die daar nou uit. Kun je dat uitrekenen? Dan, de activiteit van 10 gram polonium 214 uitrekenen. Nou, ik geef jou hier een hint. Dat kan dus op een grafische manier via raaklijnmethode, maar we hebben hier helemaal geen grafiek. Maar op basis van hoeveelheid stof kun je het ook doen, hè? De activiteit uitrekenen. En dat is dus die Ln2-formule. Die aanwijzing die geef ik. Deze. Oké, en dan vraag 5. En dan zie je dat die in heel veel stapjes is verdeeld. Want het is nogal een rekensom. Hoeveel stralingsenergie is er nou eigenlijk vrijgekomen na een tijd van 600 microseconden? Als je niet weet wat micro is, het is een 1 miljoenste. Tabel 2, daar vind je hem. Hier tussen haakjes staat het goede antwoord. Nou, dan ga ik je hier met tussenstapjes naar dat eindantwoord brengen. Hoeveel energie komt er nou vrij als één deeltje vervalt? Dat heb je in vraag 1 opgezocht. Met hoeveel deeltjes starten we nou eigenlijk? Vraag B. Ja, dat is deze N. Dat heb je ook al uitgezocht voor vraag 4. Hoeveel zijn er over na 600 microseconden? Dat is onze nieuwe formule voor de NT. Die halveringsformule met de N0 en zo. Zo, tot de macht N. Die formule gaat jou hierbij helpen. En dan vraag ik jou, hoeveel zijn er dus vervallen? Oké, dus die hebben allemaal energie afgegeven, die vervallen deeltjes. Hoeveel is dat nou samen? Dat vraag ik jou, een E. En als het goed is, is daar het eindantwoord gevonden bij E. Ja? En ja, wat heb je nu eigenlijk aan deze energie? Ja, daar kunnen we nog niet zoveel mee. Want is dit nu een schadelijke hoeveelheid of niet als je hieraan wordt blootgesteld? Dat is de volgende les. Want dan ga je leren te vertellen zoveel joule stralingsenergie. Dat zit ver boven de limiet of dat zit nog onder de limiet van wat het menselijk lichaam kan hebben. Maar dat is maar een kleine, er is nog één rekenstap verder. De basis zit hem in de vraag 5. Dus vraag 5 is nou eigenlijk weer een voorbereiding op de volgende les. Dus dat moeten we de komende week goed gaan kunnen. Ja? Oké. Zijn er vragen, jongens? Nee? Oké. Ik ga deze complete tekst eventjes in een Word documentje stoppen. En die ga ik nu in het kanaal delen met jullie. Zodat jullie het Word-documentje voor je neus hebben. Om daar het komende domein weer mee aan de slag te gaan. Even kijken. Ik noem hem gewoon oefening